Mijn naam is Erika, ik ben de oprichter van de Lifestyle Business Club en naast mij zit... Cynthia, ik ben de PA voor Lifestyle Business Club. Zonder haar kan ik niet. twee man sterk. En wat wij doen, we hebben een netwerkorganisatie, community. Er zitten meer dan 9.500 ondernemers in het platform, zowel vrouwen als mannen. Alle ondernemers met passie voor ondernemerschap, voor lifestyle, beauty, fashion, media, PR, noem het maar op. We zijn nu in het Foco Hotel in Den Haag en daar hebben we onze sleepover event. 2 dagen netwerken en fun, waarin ook een overnachting. Het is onze 4e editie en waarom we deze sleepovers organiseren is, in de tijd natuurlijk dat alles dicht was, hebben wij bedacht van hoe kunnen we de ondernemers die een hotel hebben helpen met... Ja, ook een concept neer te zetten wat voor hun ook een motie is. Om de mensen kennis te laten maken met wat zij doen. Mensen kunnen in de verschillende kamers kunnen ze bekijken wat de ondernemers doen. Dus de kamers worden gestyled als een pop-up. Dat je echt een kijkje kan nemen in de keuken van een andere ondernemer. De sleepover events zijn echt superleuk. Het is net weer eventjes een soort ontspanning tussen je werk door, zeg maar. Ja, je komt al in de kamer dat er allemaal leuke goodies op het bed liggen waar je al blij van wordt. Dat je ook weer steeds nieuwe producten ontdekt. Dat vind ik ook wel heel fijn. Je komt op andere plekken. Ja, erg leuk. Leuke mensen, leuke boutiques, ook verschillende soorten boutiques. Dus het was echt gewoon met oorbellen. Nou, daar hou ik al van. Kleding en gezondheid. Ja, dat was gewoon leuk. Zometeen gaan we lekker eten en hebben we vanavond een hele leuke bingo. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk om elkaar gewoon beter te leren kennen en je netwerk uit te breiden. Nou, je ziet elkaars producten. Het is gezellig. Je spreekt elkaar. Met het diner heb je ook weer andere zitplekken, dus spreek je weer anderen. Het is heel interactief. Daarna lekker gegeten en nog lekker geborreld met een paar. Nee, het is gewoon echt leuk hier. En zometeen de citytour, dus het is erg gezellig. Leuke bingo. Leuke bingo met leuke prijzen. Hele mooie prijzen. Eentje gewonnen, jij ook? Ja. Dus er waren veel mensen die wel ook echt mooie prijzen hadden gewonnen. Dus het was wel heel leuk. Ja, dit is wel een toevoeging. Dit is wel een extraatje. Naast werkgerelateerd contacten onderbouwen, ga je ook onwijs veel leuke, ontspannende dingen doen. Langs drinken, lekker samen eten, samen kletsen en ook eens een keer niet hebben over je werk. Ja, dat samen met andere ondernemers, het worden bijna je vriendinnen, zeg maar. Ja, dat is altijd heel gezellig. Superleuk om te doen. Ja. Dus kom een keer langs. We zeggen altijd, kom 2 keer als niet-member. Even bij ons kijken of dit het netwerk is waar je bij wil aansluiten. En word dan member.